U luistert naar Beit Ahavat Torah, het internetkanaal van Robert Veen voor de studie van Tenach en de rabbijnse traditie. Wat heeft Deuteronomium 6 nou te maken met Deuteronomium 12? Dat is het uitgangspunt van deze kleine, bescheiden uitzending. Over die twee hoofdstukken. We gaan straks nog wel even kijken naar de statenvertaling en de kanttekeningen. Maar waar ik op wijzen wil is dit. Deuteronomium 6 vers 5, het hele bekende vers. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart. Met heel uw ziel. En met heel uw kracht. En in Deuteronomium 12 kom je dan dit tegen. Deuteronomium 12 vers 2. U moet al de plaatsen waar de volken van wie u het land in bezit neemt, hun goden gediend hebben, volledig vernielen. Op de hoge bergen, op de heuvels en onder elke bladerrijke boom. Hun altaren moet u afbreken, nou ja, et cetera. Vers 4. U mag tegenover de Heer uw God niet doen zoals zij. Een hele tijd geleden hoorde ik een uitleg van D.A. Carson. Die sprak over Deuteronomium 12 vers 1 tot en met 7. En die zei toen, dit is the greatest commandment in a pluralistic age. En ik vind dat een mooie benadering. Vandaar de titel ook van deze uitzending, tegen het pluralisme. Hij wilde duidelijk maken dat het liefhebben van de Heere God met heel je hart, heel je ziel, heel je kracht. En het op je nemen ook van de Torah. Toch ook tot gevolg moet hebben dat je de afgoderij, de valse profeet in hoofdstuk 13 van Deuteronomium, maar ook de plaatsen waar de heidenen hun afgoden aanbidden, dat je ook dat gebod dan serieus moet nemen. En dat Deuteronomium 6 en Deuteronomium 12 dus net zo goed bij elkaar horen als Deuteronomium 6 en Deuteronomium 13. En dat je dan niet alleen maar Deuteronomium 6 mag lezen als een uitdrukking van het Bijbelse Jodendom. En dan Deuteronomium 12 moet opvatten als iets wat helemaal tijdgebonden is. Nou, hoe doet hij dat dan? We proberen hem daar een beetje in te volgen en het vandaag dus te hebben over die verschillende teksten die hij ook aan de orde stelt. En dan ja, gaan we even praten dus over pluralisme. We leven in de tijd van het pluralisme. Laat ik die term nou maar eerst een beetje verduidelijken. We leven in de tijd van het postmodernisme zelfs. En het postmodernisme zegt wezenlijk dat iedereen zijn eigen godsdienst, zijn eigen opvatting over de wereld, zijn eigen politiek, zijn eigen mening over van alles van nog wat kan hebben, mag hebben, ja zelfs moet hebben. Dat lijkt een soort imperatief te zijn. Hè? Kant die zei nog, je moet de moed hebben om je eigen reden te gebruiken, maar nu is het verplicht. Het is alleen maar interessant als iemand vanuit zijn eigen ervaring en beleving allerlei zaken zegt. Dus we leven in een postmoderne tijd waarin de waarheid per definitie niet te vinden is. Iedereen leeft met en vanuit zijn eigen waarheden. En dat leidt automatisch dus tot een soort van pluralisme, want mensen vinden elkaar toch ook wel weer in groeperingen en stromingen en richtingen en ideologieën. Wat dan weer tot effect heeft dat we allerlei partijen krijgen die heel strak tegenover elkaar staan, omdat ze niet bij machten zijn de opvattingen van een ander te honoreren. Dus het postmodernisme, wat iedereen het recht geeft om een eigen mening te hebben, leidt tot een heel virulent en gewelddadig pluralisme soms, hè, waarin al die partijen die geen van allen kunnen claimen de unieke waarheid te hebben, dat toch doen. Wat let je? Om dan
dus heel sterk in oppositie tegenover anderen te gaan staan. Dan is er bijna geen gesprek mogelijk. Waarom spreekt Carson nu over dat grootste gebod in een pluralistische tijd? Nou, dan gaan we eventjes naar kijken. En dat doen we met behulp van deze tekst. Dit is hoofdstuk 6. Dit zijn dan de geboden, de inzettingen en de rechten die de Heere uw God geboden heeft om u te leren. Aan Mozes geboden heeft om te onderwijzen aan Israël. Opdat gij ze doet in het land naar het welk gij heen trekt om dat erfelijk te bezitten. Daar wil ik alvast even twee kanttekeningen bij maken. Want dat land naar het welk gij heen trekt om dat erfelijk te bezitten is natuurlijk juist nu erg omstreden. Met die grote Palestijnse oproep van de rivier tot aan de zee, waardoor in feite heel Israël zou worden weggevaagd als dat puur Palestijns gebied zou worden, die Joden daar dus allemaal zouden worden afgemaakt. Nou ja, dat mogen ze blijkbaar zeggen. Maar dat staat natuurlijk tegenover dit punt. En hier zijn, denk ik, Joden, christenen, maar eigenlijk ook moslims, aangebonden om dat te accepteren. Er is een land waarin de geboden van God letterlijk en concreet worden gedaan. En dat mag je niet vergeestelijken, zoals dat eigenlijk al in het Nieuwe Testament voor een deel gebeurt. Daar kom ik een tijdje later op terug, op basis van een boek van Davies. Dat is dit boek, dat ga ik nog een keer bespreken, The Gospel and the Land, Early Christianity and Jewish Territorial Doctrine. Dat is van V.D. Davies. Nogal een dikke pil, maar er staan buitengewoon interessante zaken in, hoewel het boek al relatief oud is. En er staat bijvoorbeeld in dat christenen en joden dat idee van dat land, die concrete realiteit waarin Israël zijn missie kan vervullen, zijn missie als priester, dus schakel tussen God en de mensheid te zijn, zijn missie als leraar, de onderwijzer voor de hele wereld, de onderwijzer van de Torah. Ja, en ook als voorbeeld, natie, als de plek waar eigenlijk een volk laat zien dat het conform de geboden en verboden van de Torah kan leven. Waar het op allerlei wijzen dus voorbeeldig moet zijn, zoals de Torah dat in feitelijk ook voorschrijft. Nou, wat zegt Mozes dus hier? Geboden, inzettingen en rechten, alle verordeningen, alle bepalingen die er zijn, de geboden, de mitswot, wat letterlijk door God is opgedragen, de inzettingen, de chukim, inzettingen waarvan je rationeel niet helemaal kunt weten wat ze tot betekenis hebben, ja, en de rechten, de directieven die God heeft gegeven, ook in de loop van de geschiedenis. En Mozes heeft de opdracht gekregen om die te onderwijzen. Nou, dat betekent dus dat heel Israël, wij via Israël dus eigenlijk ook, met wij bedoel ik dan niet-Joden die op een of andere manier toch met Israël zijn verbonden, Noachide en christenen, en Messiaanse Joden, net zo goed, geboden heeft om ons te leren op dat wij ze zouden doen, daar horen we bij, in het land naar welk je heen trekt om het erfelijk te bezitten. Ook als je buiten het land woont, kun je bijdragen aan het nakomen van de Torah in het land, in Israël. Nou, wat is het doel van dat onderwijs? Opdat gij de Heer uw God vreest om te houden al zijn inzettingen en geboden. En hier staan dus de inzettingen voorop. Want het vrezen van God is vooral ook het accepteren van geboden waar je rationeel niet bij kunt. Dus hier staat dan inzettingen voorop. En dat geldt niet alleen maar voor jou, maar dat geldt ook voor de generaties na jou. Dit moet je ook je kinderen onderwijzen. Hoor dan, Israël. Luister dan naar deze onderwijzing. Luisteren, meer nog dan een leren vanuit een tekst. Een tekst die je met je ogen scant,
waarvan je de betekenis gaat ontdekken en vastleggen in je geest. Dat is toch nog iets anders dan het horen. Hè? Want horen betekent dat er een andere persoon bij betrokken is. Dus hoe kunnen we de Bijbelse tekst nou zo lezen, dat we die stem die daarachter zit, die stem die ons van bovenaf geboden geeft, dat we die stem ook verstaan. Hoor Israël, dat is de correcte houding tegenover de schrift, tegenover de geboden, om ze te horen alsof dus iemand rechtstreeks aan ons hier en nu een commando geeft. Want dat is wat horen ook altijd is. Horen is ook altijd in het moment zelf. Terwijl lezen, ja, dat kun je doen met dat besef dat je met een oude tekst te maken hebt of met woorden die voor jouw tijd of voor jouw persoon geen betekenis hebben. Nee, je moet ze horen. Want dan kun je ook, wat hier staat, neem waar dat gij ze doet. Ja, je moet het ook uitvoeren. Je moet ervoor zorgen, hè, waarnemen in de betekenis dan, er echt aandacht aan besteden, er zorg voor dragen, dat je ze ook inderdaad uitvoert. Het is Torah la'asot, de Torah is om te doen. En niet alleen maar la'da'at, om er kennis van te nemen. Opdat het u wel gaat, daar zit een belofte aan vast, hè, ons welzijn en ons kindertal is in de vorm van een belofte aan ons gegeven. Het hangt altijd samen in Gods ogen met het doen van de Torah. En dan belooft hij aan Israël dus dit land. Dan is Shema, de geloofsbelijdenis van Israël. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Nou, een enig Heere. Die ene God. Dat is van heel groot belang. Alles wat God geboden heeft, heeft juist kracht en gezag, omdat het van die ene komt. Als je een Griek bent en je leeft in die pluralistische religie, of die polytheïstische, dus pluralistische religie, dan kun je nog wel eens schuiven van de ene God naar de andere. Je kunt het voorbeeld van Artemis gaan volgen, dan word je jager. En je kunt het voorbeeld van Afrodite gaan volgen en dan regie je vooral op de liefde. En de tragedie Hippolytus laat zien hoe dat tragisch afloopt. Als iemand dan te ver gaat in zijn verering van één enkele God, in het nastreven van één enkele eigenschap, dan de andere in feite vergeet. Monotheïsme, de leer dat er maar één God is, brengt met zich mee dat de geboden en verboden één coherent geheel zijn. Er wordt een toewijding gevraagd, een volledige toewijding aan deze ene God. Want onze God is een enig Heere, is die ene en er is geen ander. Zo'n gebod heeft geen enkele zin als er naast God ook nog andere instanties, zaken, gedachten, personen, goden, engelen zouden bestaan die er aanspraak op maken om God te zijn, als God vereerd te worden. En dat is het grote probleem met een traditie die zo nadrukkelijk de godheid van Jezus heeft benadrukt. Dat stuit toch een beetje tegen de gedachte. Hier is één enkele Heere. Eén Heer. Daar draait het om. Paulus bevestigt zelfs ergens. Eén Heer en één middelaar. Ja, middelaar is niet God. Die staat juist tussen God en de mensen in. Dus één Heere. Lokale goden. Nederlandse goden. Goden in mijn gemeente en omgeving. Goden van mijn, nou, zeg maar wat, sociale klasse. Goden van mijn beroepsgroep. Doen er allemaal niet toe. Alles wat maar een beperkt werkgebied heeft, wordt overstegen door deze ene God. Niets buiten deze ene God mag volledige devotie vragen. Helemaal niks. Ook dus niet de natie of het eigen volk. Dat mag geen volledige devotie vragen. Vraagteken. Hoe zit dat dan met het belang van Israël als natie in de Joodse devotie tegenover God? Nou ja, Israël is toch weer
die vreemde uitzondering. Want de eerbied die aan Israël wordt betoond in het Jodendom, is uiteindelijk ter wille van de volkeren die door Israël de Torah leren kennen en uiteindelijk de volle zegen alleen maar kunnen ontvangen door Israël heen. Deuteronomium 6 vers 4, hoor Israël, de Heere onze God is een enig God. Wie dat gebod dus, want dat is een gebod, is een opdracht die hij, hoor Israël, is een opdracht. Dit moet je horen, Israël. Als wij dat niet meehoren met Israël, dan komen we al gauw in de afgoderij terecht. Dan zijn er andere zaken die om aandacht vragen, die voorrang willen hebben in alle opzichten en daarmee dus die plaats van God vervangen. Dan kunnen al deze afgoden die in onze moderne tijd op ons afkomen, die kunnen heel aantrekkelijk zijn. Er kunnen prachtige redeneringen bij zijn waarom handhaven van de Verenigde Staten, nationaal politiek belang van Nederland, het overleven van je eigen familie, inderdaad een soort van goddelijke status heeft. Heel aantrekkelijk. Al die positieve dingen, je eigen kinderen, de natie, een ideologie. Maar zodra je een verdeeld hart daarover hebt, als je God lief hebt, maar niet met heel je kracht, niet met heel je ziel, niet met heel je vermogen, nou, dan zit er dus toch afgoderij in het hart. En dat kan natuurlijk ook negatief zijn. Je kunt verslaafd zijn aan heroïne. En dan is het overduidelijk dat je niet in staat bent om die ene God met deze toewijding te dienen, want er is iets anders wat gebeuren moet. Even een tussenopmerking. Dat noteerde ik destijds van Carson. Dat heb ik daarnaast ook wel gebruikt. Kijk maar naar het Genesis-verhaal over de tuin van Eden. Er is een vrucht. En die is heel aantrekkelijk. Want die wordt zo voorgesteld. Als je daarvan eet, zul je helemaal niet sterven. Maar dan zul je zijn als God. Kennende goed en kwaad. En dat begint natuurlijk met de vraag van de slang. Heeft God echt gezegd verboden van elke vrucht te eten? We gaan het eerst overdrijven. Nou, dan zou het goede antwoord zijn geweest. Dat vond ik zo leuk bij Carson. Het goede antwoord zou zijn geweest, ben je gek geworden? Denk je nou echt dat ik het aantrekkelijk zou vinden iets te doen wat tegen God ingaat? Want hij zorgt voor mij. Zijn gebod is niet zwaar. En geeft mij toestemming om juist van de vruchten van deze hof te eten enzovoort. Dat was het correcte antwoord geweest. Maar je ziet daar geïllustreerd wat een verdeeld hart doet. Dat enerzijds toch als God wil zijn, dat God zijn aantrekkelijk vindt, belangrijk vindt. Want dat is het positieve eigenlijk erin. Je zult net zoals God zijn, nou prachtig. Maar dat is niet mogelijk om dat te bereiken. Je kunt niet als God zijn, behalve wanneer je in je beeld drager zijn van God blijft. Hè? Zoals je binnen zijn karakter en binnen zijn opdrachten je leven probeert te leiden. Maar dat even tussendoor. Deuteronomium 6 vers 4. Ook even interessant. Want dat kennen we uit het Nieuwe Testament natuurlijk. Hè? Die twee geboden. Wat zijn dan de twee belangrijkste geboden? Wordt Jezus gevraagd. En dan citeert hij Deuteronomium 6. Vers 5. Zo zult ge de Heer uw God lief hebben met uw ganse hart, met uw ganse ziel en met al uw vermogen. Lief hebben. En de hele kwestie is natuurlijk, wat is dat dan? Deuteronomium 10 vers 12. Nu dan Israël, wat eist de Heer uw God van u? Dan de Heer uw God te vrezen, in al zijn wegen te wandelen en hem lief te hebben. En de Heer uw God te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Let op, hè. Lief hebben met je ganse hart en je ganse ziel. Dat is dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Dat is het lief hebben de Heer uw God in Matthäus 22. Met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Verstand dan
als een vertaling van het woord voor vermogen. Dat houdt dus in, dat liefhebben houdt dus in, God dienen. Nou, wat is God dienen? Dat is hem natuurlijk als een slaaf dienen, als een ondergeschikte dienen, niet als een gelijkwaardige. En hem dienen door hem gehoorzaam te zijn. Liefhebben betekent dus, dienen betekent dus gehoorzamen. En dat ligt nou weer precies in dat horen opgesloten. Wie de geboden hoort, die moet ze ook gehoorzamen. He, ziet erop toe dat gij ze doet. Neem waar dat gij ze doet. En in die gehoorzaamheid wordt God gediend in de allereerste plaats. Maar eigenlijk exclusief wordt God gediend. Hoe zit het dan met de naaste liefde? Dat is het tweede gebod, daaraan gelijk. Daaraan gelijkwaardig. Nou, die naaste liefde betekent dat ik een opdracht die God gegeven heeft. Leviticus 19 vers 19, daar begint het mee. Heb u naaste lief als uzelf. Dat ik dat gebod uitvoer, omdat ik de Heere God wil gehoorzamen en dienen. Het is interessant dat er dus niet staat, je moet God lief hebben zoals jezelf. Dat kan niet. Je kunt niet God lief hebben zoals je jezelf lief hebt. Je kunt God ook niet lief hebben in de zin dat je voor hem zorgt. Dat heeft God niet nodig. Maar je kunt ook niet de naaste lief hebben alsof je God was. De ander, de naaste, is niet goddelijk. Dus die krijgt van ons niet de devotie, de toewijding die aan God toekomt. We kunnen de naaste niet lief hebben met heel ons hart, met heel onze ziel en met heel onze kracht. Dat wordt niet van ons gevraagd. Dat is eigenlijk ook niet mogelijk. Het gezag van dat eerste gebod dus, wat we hier vinden, zo zult ge de Heer uw God lief hebben met uw ganse hart, met uw ganse ziel, met al uw vermogen. Het gezag van dat eerste gebod fundeert en verklaart en motiveert het tweede gebod. Je moet je naaste lief hebben als jezelf. Terug naar dat pluralisme. Elke eeuw is eigenlijk een pluralistische tijd geweest. Dat horen we dan in die lezing van Carson. En hij heeft natuurlijk gelijk. De Egyptische periode, Ra en vele andere goden. Achnaton, Aton, Ra. Gesymboliseerd door verschillende dieren. Zoals een havik en een stier. Griekse goden, duizenden Griekse goden. Ik zou zeggen honderden Griekse goden en duizenden goden in het oude India, maar honderden Griekse goden. Artemis, Afrodite, Apollo enzovoort. In de seculiere tijd vind je dat pluralisme terug, omdat iedereen zijn eigen identiteit verabsoluteert, de identiteit van de eigen groep voorop stelt en daarmee dan die weg gezocht. De weg in het leven gezocht wordt. In elke zonde trouwens die we doen, wordt dat eerste gebod dus verbroken. Dat heeft trouwens ook Luther in zijn catechismus goed gezien. Elke zonde is een overtreding van dat eerste gebod. Nou, vers 4 dat we hier hebben gezien. Dat motiveert dus dat we weten dat er één enkele God is. En die ene enkele God, die moeten we lief hebben, dat wil zeggen gehoorzamen en dienen. Dat is de hoofdzaak. Dan gaan we richting Deuteronomium 12. Ik wil trouwens even kijken of ik dit wat groter kan maken. Ja, maar een pop. Toch iets beter te zien dan voorheen. We gaan naar Deuteronomium 12. En daar vinden we iets wat helemaal in strijd is met ons gevoel van ons gevoel van rechtvaardigheid. Ik doe het eerst maar even zonder de kanttekeningen. Hoofdstuk 12, dan gaat het weer over de inzettingen en de rechten die Gerides zult waarnemen om te doen. Let op, die inzettingen, dat zijn dus die chukim, waarvoor geen duidelijke rationele reden gegeven kan worden. En de rechten, dat zijn die directieven.
die God geeft, die mishpatim. Hij oordeelt, hij voltrekt een oordeel en dat dienen wij te volgen. Dit zijn inzettingen en rechten. Hij spreekt dus niet over de geboden en de verboden. Die gij lieden zult waarnemen om te doen in het land, het welk u de Heere, uw vader God, gegeven heeft, om het te erven. Al de dagen die gij lieden op de aardbodem leefden. Nou komt het. Dit gaat helemaal tegen ons moderne levensgevoel in. Gij zult ganselijk vernielen. Al de plaatsen waar de volken die gij zult erven, althans waarvan je het land dus in bezit zult nemen, hun goden gediend hebben. Op de hoge bergen en op de heuvelen en onder alle groene boom. Ja, liefde tot God houdt in God dienen. God dienen betekent zijn gebod horen. Zijn gebod horen betekent hem gaan gehoorzamen. Hè, want het gaat om te doen. Hè. De Torah is gegeven om te doen. En dan moeten we dus al die plaatsen waar die volken hun goden gediend hebben, helemaal vernielen. Als je mij lief hebt, dan houd je mijn geboden, zegt ook Messias Jezus. Maar die gehoorzaamheid geldt dus zowel voor Jood als Christen tegenover de Torah. Ja, Jezus komt die Torah bevestigen. Uw woord is de waarheid, Johannes 17, vers 17. En Matthäus 5, vers 17. Ik ben niet gekomen om de wet en de profeten te ontbinden. Dat weten jullie allemaal nou wel. Maar er moet iets gedaan worden. Wat dan? Dan moeten we dit natuurlijk in de toepassing op ons niet letterlijk gaan lezen. Dat heeft geen zin. Het gaat om het beginsel dat hier wordt uitgedrukt. Wat voor Israël destijds en wellicht nu ook nog wel als een concreet gebod geldt. Ganselijk vernielen alle plaatsen waar de volkeren hun goden hebben gediend. Kijk, de liefde tot God moet leiden tot de juiste aanbidding. God heeft een aantal keuzes gemaakt, een aantal beslissingen genomen. In de eerste plaats, God kiest Israël. Zij verslikken voor moderne christenen in deze tijd, maar God kiest Israël. Ik zal dit laten zien. Deuteronomium 7 en dan vers 10. Is het vers 10? Even kijken. Dit is in ieder geval een hoofdstuk over de afzondering van Israël. Vers 6. Dat is het. Want gij zijt een heilig volk. Dus een afgezonderd volk. Tot een bijzondere taak voor de Heere uw God. U heeft de Heere uw God verkoren, oftewel uitgekozen, dat gij hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn, uit alle volken die op de aardbodem zijn. Israël is mijn eigendom uit alle volken. Israël is uit Egypte gevoerd, opdat gij hem tot een erfvolk zoudt zijn. Israël is een heilig volk, de Heere uw God. Israël is een volk van eigendom. De Heere zal u zichzelf tot een heilig volk bevestigen. Dat is Israël. En de echo daarvan in het Nieuwe Testament. Ge zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. En help. Daar is door christenen vaak op gereageerd door te zeggen, nu zijn wij dat. Het is gedaan met Israël. Nee, wat Petrus probeert te doen en Paulus probeert te doen, is Israël zo ruim gaan definiëren dat volkeren die de Messias aangenomen hebben, de Messias Jezus aangenomen hebben, bij dat grotere Israël horen. En wat Paulus betreft, om het even, of het Joodse volk nu wel of niet de Messias Jezus aannemen, liever wel, zal ik natuurlijk denken. Maar vooral geldt dit voor de niet-Joden die een toegang krijgen. En dan kan Petrus dus zeggen, jullie zijn samen met Israël, een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Koninklijk. Niemand heeft echt heerschappij over jullie. En een priesterdom. Jullie zijn middelaars tussen God en de mensen. Een heilig volk. Een verworven volk. Opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft.
tot zijn wonderbaar licht. Nou, het verkondigen van die deugden is heel erg Joods gedacht en gezegd. Dat is het doen van de Torah, die in feite in alle geboden en verboden op een of andere wijze het karakter van God weerspiegelt, maar niet, laten we zeggen, zijn innerlijk karakter, maar hoe zijn innerlijk karakter zich uitwerkt in de relatie tot zijn schepping. En dus de deugden van God is de wijze waarop de innerlijke eigenschappen van God, gerechtigheid, heiligheid, liefde, trouw, hoe die zich uitwerken in relatie tot de schepping. En dus ook tot de concrete geschiedenis daarvan. De Heer heeft geen lust dat u gehad, nog u verkoren om uw veelheid boven andere volken. Ging niet om het aantal, want gij waart het weinigste van alle volken. Een heel klein groepje mensen. Maar omdat de Heer uw lieden lief had. Dat is Gods liefde die voorafgaat aan de opdracht om hem lief te hebben. Enzovoort. Maar ik ga weer even terug naar Deuteronomium 12, voor ik verdwaal in hoofdstuk 7. Prachtig hoofdstuk trouwens. En dan moeten we even kijken naar wat er nou gebeurt. God kiest dus Israël. God kiest ook de koning. Deuteronomium 17. Nauwkeurige aanwijzingen voor het erkennen en herkennen van de koning. God kiest in Deuteronomium 18 het Levitische priesterschap. Levi is het priesterlijk geslacht, dat is de priesterstam. En in Deuteronomium 12, in ons hoofdstuk, vinden we ook, vers 11, een aanwijzing van de plaats van de tempel. Dan zal er een plaats zijn die de Heer uw God verkiezen zal om zijn naam al daar te doen wonen. God kiest de plaats van de tempel. En ik zei vroeger altijd, ik zeg het nog steeds, het is de eredienst en de oprechtheid daarvan, de devotie, die een kerkgebouw of een andere ruimte tot een tempel maakt. Dus tot een plaats waar God zijn naam aan verbindt. Schrift, sacrament, lofzang, gebed, is de christelijke weg. De schriftlezing, de Torahlezing en de lofzangen. De lofzangen van Israël maken een synagogeruimte op de tempel. Nu wordt die plaats nog niet genoemd. Het gaat nog niet over de tempel zelf. Het gaat niet over de precieze offerplaats. Jeruzalem wordt niet genoemd. Uiteindelijk wordt de echte concrete stenen tempel natuurlijk de plaats waar God zijn naam aan verbindt. En dat is in Nehemia de tempel waaraan gebouwd wordt tot aan de dagen van Herodes. Liefde voor God betekent dus je houden aan de wijze waarop hij tegenwoordig wil zijn. Waarop hij de aanbidding voor hem, de devotie aan hem regelen wil. Liefde van God betekent ook nog iets anders. Vers 3. En gij zult hun altaren afwerpen, hun opgerichte beelden verbreken, hun bossen met vuur verbranden en de gesneden beelden hunner goden neerhouden. Gij zult hun naam te niet doen uit diezelfde plaats. Dat is heel letterlijk bedoeld. Geen verbond maken met de inwoners van dit land, altaren afbreken. En als dat niet gebeurd is, dan wordt Israël ter verantwoording geroepen. Richteren 2. Ja, waarom? Gehoorzaamheid hoort bij liefde en liefde wordt geëist door deze ene God. Dat houdt in dat afgoderij, dat is dus het bedrijven van dat verdeelde hart, waarin niet die ene God, maar vele goden worden aangeboden. Onacceptabel is. Niet te rijmen valt met het leven in gehoorzaamheid aan de ene God. En dat heidendom moet dus heel ver weg. Want dat is wel een verleiding. Dat bleek duidelijk uit Genesis 3, waar we Eva die verleiding zien ervaren. Wanneer je meerdere goden kunt dienen, ben je zelf de baas over waaraan je je devotie verleent. Dan mag je zelf kiezen. Welke god spreekt mij aan? Welke gedachtegang vind ik vandaag de mooiste? En er is nog een element, en dat is dat die eredienst van de heidenen ook altijd verbonden is geweest
met ongehoorzaamheid aan Gods geboden in moreel opzicht. Een goede eredienst kan alleen maar samengaan met het correcte morele gedrag van mensen. Nou, anders gezegd, we kunnen God niet lief hebben zonder hem gehoorzaam te zijn, maar gehoorzaamheid alleen is ook niet liefhebben. Liefhebben is ook onder woorden brengen, uitspreken, uitzingen, de naam des Heren aanroepen in gebed en in liederen en hem op die wijze in deze wereld eren. Goed. Liefde voor God betekent dus afwijzing van alle valse erediensten. Vers 7. Aldaar zult gelieden voor het aangezicht des Heren uw Gods eten en vrolijk zijn. Gelieden en uw huizen, de families dus, over alles waaraan gij uw hand geslagen hebt, waarin u de Heren uw God gezegend heeft. Nabijheid tot God. In die tempelcontext kan een vreeswekkende ervaring zijn. Het is het mysterium tremendum. Dat wil zeggen, dat is een geheim dat jou doet huiveren. Huiveringwekkend, deze God. Een verterend vuur, zegt de Hebreeënbrief. En met name in Ezechiël 40 tot en met 48, dat moet je maar eens nakijken, daar zie je die huiveringwekkende, geheimzinnige kant van Gods aanwezigheid. Maar het kan dus ook heel goed een hele vreugdevolle ervaring zijn. Vers 12, en gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht des Heren uw Gods. En dat is iets wat iedereen, waaraan iedereen moet participeren. Gij lieden en uw zonen en uw dochters en uw dienstknechten en uw dienstmaagden en de levieten in uw poorten is, want die kan dat niet zelf organiseren, die moet daarvoor uitgenodigd worden, want hij heeft geen deel nog erven met uw lieden, dus die leviet kan het niet betalen. Maar hij moet wel feest vieren. Feest vieren in Gods presentie en met name in dat soort van familieverband. Nou, tenslotte, de opvatting waarmee Carson dan eindigde destijds. In zijn opvatting is het zo dat in de parabel van de verloren zoon iets heel opmerkelijks gebeurt. Namelijk dat daar door Jezus wordt gezegd, kijk eens, God heeft eigenlijk niet langer die oudste zoon als de uitverkoren gezien. Maar heeft de jongste zoon nu uitverkoren. Juist de zoon die verloren dreigde te gaan, op het nippertje terugkeert, uit de dood als ware terugkeert. Dat is nu eigenlijk de uitverkoren zoon. Dat haalt hij gedeeltelijk uit hoofdstuk 12 vers 7. De woorden namelijk hier waarin u de Heere uw God gezegend heeft. Kun je ook lezen als omdat de Heere uw God u gezegend heeft. En dat houdt dus in dat in feite in de ballingschap en daarna Israël altijd de gezegende is geweest, maar Israël als ware twee gestalten heeft, de gestalte van de oudste zoon en de gestalte van de jongste zoon. En dat de nadruk nu gaat liggen op die gestalte van de jongste zoon, de gestalte van dat ene volk van God, let wel, in de vorm van een belofte en van de hoop is het één volk, maar dat het nu feitelijk zo is dat de oudste en de jongste zoon uit elkaar leven. En de jongste zoon nu, de christelijke kerk dus, zegt Carson, gekozen is boven de oudste zoon. Ik geloof daar niks van, dat ik erbij zeg, die uitleg van de tekst, maar daar gaan we nu niet op in. Het gaat om Carson's idee. Zo zit dat dus, dat is wat Deuteronomium 12 uiteindelijk betekent. God kiest de manier van de aanbidding, God kiest de plaats van de aanbidding. God koos Mozes en Carson zegt dan, ja, zo heeft God ook Jezus uiteindelijk gekozen om de plaats van Mozes in feite in te nemen. En ik denk dat dat toch niet zo gezegd kan worden, dat we moeten zeggen dat Jezus onder de geboden en verboden van Deuteronomium valt,
Met andere woorden, dat hij als profeet erkend kan worden voor zoverre, voor zolang hij de geboden van God niet heeft tegengesproken. Dat heeft hij ook volgens mij niet gedaan. In Matthäus 5, vers 17 heeft hij heel nadrukkelijk de wet en de profeten bevestigd. Nou, dat is even wat ik kwijt wilde over Deuteronomium 6 en 12. Wat houdt dat nou in? Dat de liefde tot de ene God inhoudt dat we het pluralisme moeten bestrijden. Er zijn niet vele plaatsen om God te aanbidden. Er is één plaats die hij heeft aangewezen. En dat is wezenlijk de tempel van Jeruzalem. En dat zijn representaties in de synagogen in de eerste plaats. Letterlijk ook historisch representaties van die tempel. Maar ik denk ook de christelijke kerken zijn een poging althans om die tempel te representeren, die ene plaats waar God aanwezig wil zijn. Pluralisme bestrijden wil zeggen dat je de gedachten, ik denk dat het daarom gaat, ik denk dat Paulus deze gedachten van Deuteronomium heel vrij vertaalt, hè, waar hij zegt dat we alle gedachten van ongehoorzaamheid moeten gevangen nemen. Dat is wat er in feite moet gebeuren. We moeten dat land van ideologieën en gedachten moeten we veroveren. Al die versterkte vestingen van opvattingen die tegen de openbaring, tegen de Torah ingaan, die moeten we weerleggen, weerspreken, voorkomen dat die een realiteit krijgen, de overhand krijgen. Pluralisme is dus geen goede zaak. Ik besef wel dat ieder van ons toch ook weer afhankelijk is van een soort van tolerantie. Maar die tolerantie kan niet het laatste woord zijn. Dat is een goede politieke afspraak. Daarmee overleven we door tolerant te zijn tegenover mensen die anders denken. Maar je kunt in je eigen denken niet tolerant zijn. Ja, je kunt tolerant zijn in je gedrag tegenover anderen, maar je hoeft niet in je eigen denken tolerant te zijn tegenover fascisten en communisten en mensen die welk soort van zonden dan ook ideologisch verdedigen. Tolerantie is niet het laatste woord. Tolerantie is een heel dubbelzinnig begrip wat niet samenvalt met het idee van gerechtigheid. En daarvoor moet je oppassen in deze tijd. Want alles lijkt wel goed te zijn, omdat iedereen gewoon doet wat in eigen ogen goed is. Iedereen wil als God zijn kennende goed en kwaad, maar we weten dat dat uiteindelijk heeft opgeleverd dat de mensen waardigheid verloren heeft en eigenlijk voortdurend verliest waar hij zichzelf opwerpt als de bron van goed en kwaad. Nou, dat zouden we gewoon niet moeten doen. En met die oproep wil ik dan maar eindigen. Shabbat shalom, de Hitarot, tot ziens. U hebt geluisterd naar een uitzending van Beit Ahavat HaTorah, het internetkanaal van Robert Veen voor de studie van Tanach en de rabbijnse literatuur.